Ja mensen, de wateroverlast heeft ook in onze regio toegeslagen. Ik ben hier in Rezeveen, vlakbij het huis van Henning van der Most. En ja, de landerijen die zijn hier echt ondergelopen. Dit is niet de enige plek natuurlijk, maar u kunt zien dat het hier toch heftig is. En dat hier toch flink wat water is neergekomen. Ja, en ook de aardappellanden hier in de buurt van Rezeveen, die hebben het zwaar te verduren onder de hevige regenval. Je ziet het, het water, de aardappelen staan echt met de voeten in het water. Dat is natuurlijk weer een moeilijkheid voor de boeren, maar ja, alles zal waarschijnlijk toch wel weer op zijn pootjes terechtkomen. Ja, en ook deze paardenbak heeft het zwaar te verduren. Je ziet het, hier zullen voorlopig de paardjes niet in bezig zijn. Ja, en ook aan de Oostwijk, Nieuwe Wijk, daar is het water echt vrij hoog. De landerijen staan hier onder het water. Dus dit is ook weer een triest beeld voor de boeren, ook hier rond Dedervaart.